Goedenavond. Voor degenen die nog niet gewend zijn aan het binnentrainen in de winter met de virtual reality apps die we tegenwoordig allemaal beschikbaar hebben, zoals Swift. Bij deze even een kort filmpje met wat uitleg. Zoals gezegd, Swift, een van de bekendste software tools waar mensen binnen mee trainen. Maar ik heb vanavond even een testabonnementje genomen op Roovy. Dat is eigenlijk ook gewoon virtual reality software, maar dan gebaseerd op werkelijke films van de omgeving. Mooie afwisseling wat mij betreft. Ik heb in het verleden ook met Be Cool getraind, dat is een beetje hetzelfde principe. Swift is misschien iets interactiever met meer tegenstand van andere mensen, etc. Maar dit is voor de afwisseling eigenlijk wel heel erg mooi. En wat mij betreft is het net wat minder saai. Nou, zoals je ziet, je kunt ook gewoon lekker even tv kijken. Het strijdje van Feyenoord erbij. Ik ben op dit moment aan het trainen op een stages bike. Dat is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld. Een complete fiets waar je binnen mee kunt trainen. Niet goedkoop. Wel helemaal top. Hij staat altijd klaar. Je hangt je laptop eraan. Maar er zijn uiteraard gewoon ook veel goedkopere alternatieven. Zo heb je bijvoorbeeld van Elite al de Suito trainer, daar zet je je eigen fiets op. Is een direct drive trainer, dus je achterwiel haal je uit je fiets. En je rijdt met de cassette op de trainer. Lekker stabiel, weinig slijtage aan je wegpion. Gewoon een hele mooie manier van trainen voor in de winter. En dat begint al bij ongeveer €550 en een softwarepakketje zoals Swift of Roovy. Zit op tussen de €12 en €15 per maand. En is per maand opzegbaar. Dus als je in de winter gewoon lekker wilt trainen. Eenmalig investeringetje en €60 abonnementskosten. En je kunt eigenlijk heel de winter super lekker trainen. Mocht je meer informatie erover willen, bel ons uiteraard gerust. We hebben ook testopstellingen staan van elite trainers als je wil. En ook op de stages bike is het mogelijk om te testen. Dus ja, geen enkele reden om in de winter niet gewoon toch lekker bezig te zijn. Doei!